kijkers, vanaf 1 maart 2019 kunnen mensen die verzekerd zijn bij de Self-Reliance gebruik maken van de spoedpost van het Rooms-Katholiek Ziekenhuis, RKZ. Dit omdat dit ziekenhuis een samenwerking heeft met de Self-Reliance. We hebben in verband daarmee een vraaggesprek met dokter Ashna Bisnat. Wij nodigen u uit om te kijken en te luisteren hiernaar. De samenwerking met de Self-Reliance, eigenlijk de PZS, en houdt in dat de patiënten die verzekerd zijn bij Self-Reliance, of die beschikken over een PZS-verzekeringspasje, mogen vanaf 6 uur 's middags tot 11 uur in de avond door de week aanmelden voor acute zorg. Ze mogen dat ook in de weekenden en op nationale feestdagen vanaf 7 uur 's morgens tot 11 uur in de avond. Oké, en het is een samenwerking met de Self-Reliance. Mogen andere mensen die verzekerd zijn bij andere maatschappijen ook gebruik maken van de spoedpost? Ja, natuurlijk. Iedereen mag gebruik maken van de spoedpost. We hebben ook een samenwerking met ASPAS. Bij hun gelden ook dezelfde aanmeldingstijden voor acute zorg. Maar degenen die niet ASPAS of niet PZS verzekerd zijn, mogen allemaal ook aanmelden voor medische behandeling op de spoedpost van het Sint-Vincentius ziekenhuis. Voor welke behandeling zijn de patiënten of zijn de mensen allemaal hier zo terecht bij de spoedpost? De spoedpost, voor elke klacht die u heeft, mag u aanmelden op de spoedpost. Als de behandeling gaat plaatsvinden of op de spoedpost zelf, is afhankelijk van de klacht. Er kan ook besloten worden door de arts die op dat moment in dienst is, om de patiënt over te plaatsen naar een ander ziekenhuis. Maar het is allemaal afhankelijk van de klacht waarmee de patiënt zich aanmeldt. De mensen, de patiënten die niet verzekerd zijn bij een verzekeringsmaatschappij, krijgen ze dezelfde behandeling? En of wat is het verschil tussen deze patiënten? Als de mensen nou verzekerd zijn of niet verzekerd zijn, de behandeling blijft hetzelfde. Maar degenen die dus niet verzekerd zijn, die komen dus zelf in voor het financiële. Hoe ziet de nazorg uit? Als iemand hier komt op de spoedpost, die wordt behandeld. Ik neem aan, de patiënten hebben vaak genoeg nazorg nodig. Hoe gebeurt dat allemaal? Hangt ook allemaal van de klacht aan. Als we maar een voorbeeld moeten aanhalen, de patiënt meldt aan en de patiënt wordt uiteindelijk eigenlijk een opname. Dan vindt de opname plaats in dit ziekenhuis en het ziekenhuis neemt de nazorg over. Natuurlijk zijn er ook patiënten die ervoor kiezen, dus die niet opgenomen hoeven te worden, maar wel ervoor kiezen dat de nazorg plaatsvindt via de spoedpost zelf. Bijvoorbeeld als ze een wondje hebben en ze willen graag de behandeling van de wond laten plaatsvinden via de spoedpost, dan doen ze dat ook. Maar het is allemaal afhankelijk van de keuze van de patiënt. Om even terug te komen naar de samenwerking met de Self-Reliance. Deze samenwerking, is het alleen maar voor de spoedpost of is het voor het geheel ziekenhuis? Het is voor het heel ziekenhuis. Als zo'n patiënt aanmeldt en er worden bijvoorbeeld laboratoriumonderzoekingen gedaan of röntgenonderzoekingen, werkt het ziekenhuis mee hierbij. De patiënt heeft, er zijn helemaal geen kosten daaraan verbonden voor de patiënt. Vloeit er een opname uit zo'n aanmelding, is dat ook volledig kosteloos. Wat betekent zo'n samenwerking, zo'n uitbreiding voor de totale zorg in Suriname? Het is een hele belangrijke overeenkomst die eigenlijk de Self-Reliance heeft gesloten met deze post. Het zorgt ervoor dat de toegankelijkheid eigenlijk naar de acute zorg toe een beetje verbreed is voor deze mensen, aangezien het kosteloos gebeurt. Is het de bedoeling om met andere verzekeringsmaatschappijen waarmee jullie nog geen samenwerking hebben om daar een samenwerking mee te sluiten? Ja, we streven ernaar om eigenlijk met elke verzekeringsmaatschappij een samenwerking aan te gaan. Dat is sowieso beter voor elke cliënt die zich aanmeldt. Want als we geen overeenkomst hebben met de verzekeringsmaatschappijen, moeten de patiënten zelf betalen.
Hebt u nog een boodschap aan de Surinaamse samenleving, de mensen die nog geen gebruik maken van de spoedpost, alhoewel we het niet hopen dat mensen er gebruik van hoeven te maken. Maar als het zo is, hebt u dan een boodschap voor hen? Ja, ik zou zeggen, indien er acute zorg nodig is, en voor mensen die gebruik willen maken van deze post, zijn ze meer dan welkom. Er is sowieso, er zijn artsen, er zijn specialisten, er zijn verpleegkundigen. Er is een lab die eenmaal 24 uur functioneert. Er is een röntgenafdeling. Er is opnamemogelijkheid. Er is een ambulance die indien er overplaatsing nodig is naar een ander ziekenhuis ook helemaal klaar staat.